deze auto gaat het uit zichzelf goed doen. Want het rijdt gewoon heel goed. Een hele mooie combinatie tussen comfort en dynamiek. In de middenklasse, het deze gewet, het deel van de markt waarin de Volkswagen Passat, de Ford Mondeo en ook de Renault Laguna vallen, ja, daar vind je niet echt hoogtepunten op het gebied van design. Geen pareltjes qua schoonheid. Geen auto's waar je omheen loopt als designliefhebber met een druppel aan je kin. Die druppel die zit er gelukkig nu ook niet, maar ik vind dit echt een hele mooie auto. Mazda laat zien met de 6 dat het wel kan. Dat je wel een schoonheid kunt maken in het D-segment. En er zijn er mensen die vinden, ik vind het helemaal geen mooie auto. Natuurlijk, die zijn er. Maar neem 100 mensen, laat 100 mensen kijken naar deze Mazda 6. En ik ben ervan overtuigd dat 90 van die 100 mensen het een mooie auto vinden. En dan kunnen we toch gewoon stellen dat die fraai is. Het zijn natuurlijk die grote wielen die ervoor zorgen aan de zijkant gezien dat de auto fraai is. Grote wielen die de wielkasten mooi vullen. En dan heb je hier een lijn die begint aan de zijkant en die loopt zo over de motorkap. En die eindigt dan hier in die gedrongen grill. En ja, als je die voorkant dan zo bekijkt, dan straalt die wat dierlijks uit. Een beetje ingetogen kracht. De zijkant die loopt omhoog. De bovenkant die loopt omlaag en dan krijg je een zijraamlijn die eigenlijk een beetje zo taps toeloopt. En dat is optisch, dat is fraai. En dat geeft een beetje dynamiek, ook als de auto stilstaat. Maar het zorgt er wel voor dat als je achter het stuur zit en je kijkt over je schouder naar die kant. Of je zit daar en je kijkt over je schouder naar deze kant, dat je eigenlijk heel weinig ziet. Het is hier heel erg donker. Het is het een of het ander. Mooi en niet functioneel of andersom. Mazda 6 komt met 5 motoren op de markt. 3 benzines en 2 diesels. En wij rijden hier door Jutland. Dat ligt in het noorden van Denemarken. En dat is nou niet echt een omgeving waar ik graag iemand naartoe zou sturen vanwege de schoonheid. Maar goed, daar komen we maar niet voor. We komen voor de schoonheid van deze Mazda. Hey, niet waar? En dan rijden wij hier door dat Deense Jutland met de dieselmotor. Met de dikste diesel. 175 pk sterk. Veel koppel. Lekkere motor hoor. Ik haal hem nu door omdat ik moet inhalen. Doet hij gewoon tot voorbij de 4000 toeren. Heel bruikbaar. Hij heeft niet zo'n turbogat. Want als je gas geeft, dat er niks gebeurt. Kijk, geef gas en dan gaat hij ook meteen. Dus dat is lekker. Eigen motortje van Mazda. En dan komt deze 6 in november op de markt. En dan is hij helemaal niet leverbaar met deze diesel. Nee, alleen maar met een 2 liter benzinemotor. Als sportbrake. Wel in de station dus. En het is gedaan omdat tot 1 januari... deze Mazda 6 door Den Haag gesubsidieerd wordt. De aankoop ervan, als die zakelijk is, wordt beloond met 20% bijtelling. Ja, en dan gaan ze er heel veel van wegzetten. Maar dan moest Mazda ze natuurlijk wel heel snel hebben. En dus hebben ze voorrang gekregen bij de fabriek. Ze krijgen een bootlading vol met van die dingen. Ja, en dan na 1 januari is het voorbij met die subsidie. Maar ik denk niet dat het erg is. Deze auto gaat het uit zichzelf goed doen. Want het rijdt gewoon heel goed. Een hele mooie combinatie tussen comfort en dynamiek. Het schakelt lekker stevig, beetje als een Mazda MX-5. Je zit goed, grote stoelen, lekkere zitpositie, een mooi dashboard. Ja, gewoon netjes afgewerkt. Het is alleen maar leverbaar in zwart. Zwart, zwart of zwart, niks anders. Dat is voordelig om te maken. En dat is ook handig, omdat je als je auto's op voorraad hebt, wat moet, als je een Japanse fabrikant bent en in Europa levert, als je dan auto's op voorraad hebt, dan is het wel lekker als die auto's allemaal één binnenkant hebben, want ja, dan kan de klant niet kiezen. Deze wagon is korter dan de sedan. Dat is iets wat je eigenlijk zelden ziet in de auto-industrie. De sedan is bedoeld voor de Amerikaanse markt. Daar houden ze van grote auto's. In Europa houden we van auto's die handelbaar zijn. En dus heeft Mazda de wagon 6,5 centimeter korter gemaakt dan de sedan. En de wielbasis, dus de afstand tussen de voor- en de achterwielen, die is 8 centimeter korter bij de wagon. En dat zorgt er dan voor dat de auto dus ietsje compacter is, handelbaarder. Maar die kofferbak, die zo belangrijk is bij een wagon, die meet 522 liter. En die is dan te vergroten met van die hendeltjes hier. Dat is hartstikke handig. Je hoeft hier niet omheen te lopen. Je trekt dan zo'n hendeltje. Valt het allemaal om. Dit is handig, hè? Zo'n hoedenplank die dan mee omhoog gaat. En dit is helemaal niet handig. Die klep die moet zo ver mogelijk open gaan. Dat, ja, als je eronder staat, niet het risico hebt dat je een winkelhaak in je voorhoofd hebt. Er zijn meer auto's die het hebben. Als je van je gas gaat of remt, dan komt er energie vrij. Dat wordt omgezet in elektrische energie, dat wordt opgeslagen. En op het moment dat je dan weer gas geeft, dan kan de dynamo even worden losgekoppeld. Dan verbruikt de motor dus minder energie om de auto op gang te brengen.
En op het moment dat je dan nog snelheid brengt en de elektrische energie is op, dan komt die dynamo er weer op. Nou, deze Mazda 6 heeft ook zo'n soort systeem. Dat noemen ze een IE-loop. Belachelijke naam. Maar goed, maakt niet uit hoe het beestje heet. Als hij het maar goed doet, en dat doet hij. En wat dan een beetje apart is in het rijgedrag, is dat die voorkant van de 6, die voelt een beetje week aan. Als je dan een verkeersdrempel oprijdt en afrijdt, dan voelt dan denk je, hé, wat klopt hier helemaal? De achterkant daarentegen, die is heel hard. Dus er zit een heel groot verschil in de afstemming tussen de voorwielen en de achterwielen. Ik ben er nog steeds niet helemaal over uit hoe dat nou komt. Het zal denk ik een beetje te maken hebben met het feit dat hij op van die hele grote wielen staat, 19-inch wielen. Dit is niet rot, het is ook niet zo dat dit niet klopt, maar het is wel anders dan anders. Maar het rijdt wel gewoon heel goed hoor. Het is echt een lekkere auto. Je voelt dat hij lichter is geworden. Een van de streefpunten van Mazda maakt die auto's lichter, worden ze ook zuiniger. Het stuurt lekker. Ja, het klopt wel. Het is gewoon een lekkere dynamische auto.